Moet je kijken wat voor toetje ik heb. Wow. Welkom bij een nieuwe vlog van Enzo Knol. Een hele goede morgen. Leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. En ik sta op het punt om deze hele kamer te gaan opruimen. En dat gaat nogal een klus worden. Ik heb al een beetje de lakens in de hoek gegooid. Daar wat spullen die ik niet in de was hoef te doen. Dat moet ik nog gaan opruimen. Dat zijn al deze spullen die ik van de grond heb geplukt. Dat moet allemaal nog schoon. En dit moet allemaal opgeruimd worden. Hier heb ik was gegooid. En hier ligt allemaal was. En... oh, alles moet nog gedweld worden, de hele badkamer moet schoon. Nou, je snapt het hele idee wel. We moeten alles gaan opruimen en gaan schoonmaken, veel wasjes draaien, gaan poetsen, gaan boenen. Want binnenkort gaan we weg. En met binnenkort bedoel ik over ongeveer 2 dagen. Dus we moeten al langzamerhand alles een beetje op orde hebben, zodat we de laatste dag geen stress hebben. En dat we alleen hoeven te denken van, nou, we gooien de laatste dag gooien we even de dweil er doorheen en we zijn klaar. Dat gaan wij vandaag eventjes doen. En ik ga heel eventjes kijken of een beetje mooi weer is buiten. Want anders dan kunnen we nog even heerlijk gaan zwemmen en misschien nog eventjes ergens heen met de scooter. En oh, het is echt prachtig weer buiten. Dus we gaan er weer wat leuks van maken vandaag. Tof dat jullie allemaal weer kijken naar deze vlog. Doe alvast een blauw duimpje omhoog en dan zie ik jullie na deze. We zijn goed bezig, het gaat echt super lekker. We hebben al heel veel dingetjes uitgezocht, naast elkaar neergelegd. En dan zijn we in onze tas aan het proppen. Dedy zei al van, ja, ik krijg nooit alles in mijn tas, want ik heb allemaal nieuwe kleren gekocht. En ik had al moeite met mijn tas, hij zat al helemaal propvol. Dus dit moet er allemaal nog in, dat moet er allemaal... ja, dat gaat niet lukken. Bij mij gaat het denk ik wel lukken, ik heb gewoon niet zo heel veel kleren. Dus dat kan ik allemaal in deze tas doen. En ik zat opeens aan te denken van, wat? Vannacht hebben wij iets fucking grappigs gedaan. Het was echt geniaal. Dedy voelde zich vannacht weer een beetje kut. We konden allebei niet echt slapen. En toen hoorden we in één keer wat. Dus wij gingen kijken in de hal. En het was echt komisch wat we hebben gedaan. Dus ik ga jullie nu even de beelden laten zien die ik afgelopen nacht heb opgenomen. Het is echt hilarisch. Hij slaapt gewoon door. Wat een baas. What the fuck? We zijn nog steeds bezig met opruimen en ik kwam dit pak tegen. Alleen die zit nog helemaal vol met zouten troep. Dus die moet even in het zwembad. En ik dacht, weet je wat, dan kan ik hem net zo goed aandoen. En er nog even wat geks mee doen. Dus Deetje, ik geef jou de camera en ik ga even heerlijk in het water springen. Nee. Niet doen. Niet doen. Wow. Dat was eng, maar wel super vet. Maar weet je hoe raar dit voelt, zo'n pak? Het blijft echt hoog. Het blijft echt super raar. Lucht. Ik was je kwijt. Wow. Viel Bumper er nou bijna heen? Ja, maar ik had het net niet op film. Oh, jammer. Hij zit de hele tijd vliegen te jagen. Dat is zo eng met dat ding helemaal om mijn hoofd heen, want je krijgt niet goed genoeg adem. Maar het pak is wel schoon, dus die ga ik weer uitdoen. Ik heb het super koud, dus we gaan even lekker zonnen. Wat een drukke dag! Maar ik stap nu in de auto. En dan gaan wij heerlijk uit eten. En ik heb er heel erg veel zin in. Want we gaan weer naar een heel erg leuk, lekker restaurantje. Waar je echt onwijs lekkere vlees kan bestellen. Dus laten we daarheen gaan.
Dames en heren, we zijn weer bij El Rancho. Kijk, dit is hoe avondeten eruit moet zien, dames en heren. Heerlijk. En Dedy heeft ook wat eten. Ook al voelt ze zich nog steeds zwaar fucked up. Ze had helemaal niks besteld. Ze had helemaal niks besteld. Maar alsnog heeft ze dit. En dat maakt mij helemaal niet uit, want die twee die zijn gewoon voor mij. Shotgun! Heerlijk. Eet smakelijk, mensen. Wow, het is echt super druk in het restaurant. En jij schrikt je helemaal de tyfus, omdat ik ging schreeuwen. Ja, helemaal. Ik kreeg graag een roep. Zo, ik zit al... Ik lijk wel zwanger. Wow. Ik heb echt super veel gegeten. Dat is echt ongelooflijk. Ik heb zelfs nog wat op mijn bord liggen. Oh, dat is niet normaal. Ik heb zo net eventjes in de auto gezeten samen met D. Want D die voelt zich echt zwaar kloten. Die is ziek. Die heeft weer ziek. Het is heel erg raar. Vanochtend voelde ze zich weer wat lekkerder. Maar nu is ze weer ziek. Ze heeft zo net weer een paar keer gespuugd. Quinn die probeert even stiekem weer wat snoepjes te halen daar. Kijk, jij zat net zo in de spiegel, maar die wc is verstopt. Dus ik kon de stad ook zien. Oh, zo ja. Quinn heeft de wc verstopt laten raken. Nee, dat was die man ervan. Nee, dat heeft gewoon Quinn gedaan. Ja, bijna. Maar oké, ik ga weer naar binnen. En ik ga proberen de rest nog op te eten. En voor de rest is het wel gezellig hoor. We hebben het wel naar mijn zin. En fuck man. Wij hebben het wel naar mijn zin. Ja, wij hebben het wel naar ons zin. Ja, soms dan ben ik te enthousiast en dan praat ik een beetje niet helemaal Nederlands, om maar zo te zeggen. Maar Quinn, wat vind jij er nou van? We gaan bijna weer naar huis, man. Jij bent hier nu 3 weken. Ja. En ik ben er dan iets langer dan 2 weken geweest. Ja. Ik weet niet, ik vind het gewoon een... dit mag eigenlijk niet, hè? Zo. Mag. Ik mag eigenlijk niet aan je pet zitten. Ja, omdat mijn haar niet goed zit. Oh. Nou, ja. Nou, zo is het weer goed? Ja, okay. Maakt niet uit. Ja, wat vind je ervan? Je gaat bijna weer naar huis. Het is wel leuk. Ja? Ja, ook weer niet, want ja, hier is wel lekker meer dan zo, in Nederland niet. Maar ik heb een vriendin en ik heb een game PC. Nee jongen, je moet eerst zeggen ik heb een game PC en ik heb een vriendin. Nee, maar een vriendin is toch belangrijk. Oh, goeie jongen. Hier ga je veel meisjes mee scoren, jongen. Maar dat klopt helemaal. Quinn die heeft een motherfucking game PC voor zijn verjaardag gekregen. Die heb ik door een vriend van mij, Davy, in elkaar laten zetten. Die staat ook bij mij thuis. Maar als wij in Nederland zijn, dan gaan we hem ophalen. Gaan we gewoon even ploep naar Assen rijden en weer terug naar Zeist. Ploep, dan ben ik er niet bij. Ja, dan ben jij er niet bij, want jij gaat met je vriendin op vakantie. Maar dan staat die gamecomputer bij jou thuis. En dan kan je binnenkort lekker gamen, jongen. Fucking bazig. En daarom had ik die muis ook gegeven deze vakantie al aan Quinn, die gamemuis. Zodat Quinn lekker kan gamen. Maar we lullen al veel te veel. Volgens mij denkt iedereen dat we nu aan het poepen zijn, terwijl we dat helemaal niet hebben gedaan. Dus wij gaan snel weer terug en wij gaan weer verder met eten. Nom, 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 nom. Moet je kijken wat voor toetje ik heb. Wow, een kokostoetje. Heb ik nog nooit gezien. En ook nog nooit gehad. Ik ben gek op kokos, dus ik ga de schil en al erbij opeten. Ik zal op de video. Ik hoop het aan mijn tanden. Maar ik ga heerlijk genieten van dit toetje. Jullie kunnen het al zien, ik ben weer op de wc. Want in het restaurant is het gewoon veel te druk. Ik heb hier de kokos bij me, de halve kokos waar ik het ijs in had. En het was echt heerlijk. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik ooit een kokosnoot had gekocht met mijn moeder. En dat ze met een hamertje tik, tik, tik. En toen viel die uit elkaar. En toen ging al dat sap drinken. En toen was ik meteen helemaal verliefd. Gingen we al die kokos eruit scheppen. En dan nam ik ook een hap van. En dat was ook echt fucking lekker. Maar wat ik nu ga doen, is ik ga even de ananas helemaal... De ananas. Ik ga even de kokos helemaal schoonmaken. Zodat ik die mee kan nemen naar huis. Als souvenir. En wat zit je nou? Moet je er zo hard om lachen? Ja, ik zelf ook wel. Als ik dit terugkijk, dan denk ik ook echt van oh my god, fucking dom. Maar dit is de helft van de kokos. No shit. En hier kan ik vast wel iets leuks mee doen thuis. Dus deze is van mij. Zie je dat daar, mensen? Dat is een salamander. En het is echt een hele kleine. Dus ik ga proberen om hem vast te leggen. Maar ik ben bang dat als ik uit de auto... Hier, daar loopt hij. Dames en heren, een motherfucking salamander. Hey, hallo kleine jongen. Hij is echt super mooi hoor. Hij is echt super mooi. Hij is mooi.
Ja, hij is echt heel mooi. Het is tijd voor mij om maar eens te gaan slapen. Ik vond het een leuke dag, ook al was hij wel heel erg druk. We hebben veel dingetjes ingepakt, schoongemaakt. Ik heb hier mijn tas ook staan en daar mijn souvenirstas. Dus ik ben ook heel erg benieuwd hoe mijn moeder en mijn broer gaat reageren. En mijn opa en oma en een vriend van mijn moeder en et cetera, et cetera. Hoe die allemaal gaan reageren op de cadeautjes die ik voor hun heb meegenomen. Dedy staat nu onder de douche. Die voelt zich hopelijk na het douchen wat beter. Maar het was een beetje kiele de hele avond. Vond een paar keer weer lopen spugen en is nog niet helemaal beter. Hopelijk gaat het snel weg. In ieder geval, wij gaan heerlijk slapen. Ik ga nog even mijn tanden poetsen en dan... Ik ben echt kapot gesloopt nu. Ik wil jullie allemaal weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Doe nog even een blauw duimpje omhoog als je het nog niet hebt gedaan. Vergeet niet te abonneren hier beneden op mijn kanaal. En hopelijk zie ik jullie morgen bij een nieuwe vlog. Komt dat nou serieus omdat ik een vlieg voorbij zie vliegen? Maar hopelijk zie ik jullie morgen bij een nieuwe vlog. Morgen om 4 uur. En zoals ik bijna altijd zeg. Dikke, vette. Peace. Knol Power.